Met deze bus van Lelylaan naar Osdorp, dat zit er vanaf volgend jaar mogelijk niet meer in. Het is gewoon verschrikkelijk. Door corona reizen minder toeristen en kantoormedewerkers met het OV. En dat merkt het GVB in de portemonnee. Naar verwachting duurt het nog tot 2025 voordat de reizigers weer terug zijn. Het schrappen van buslijnen lijkt voor nu de enige optie. Het GVB liet namelijk deze week weten dat de maandenlange onderhandelingen tussen de provincies, het Rijk en de vervoersregio's op niets is uitgelopen. Het zou kunnen betekenen dat we volgend jaar minder openbaar vervoer krijgen. Ja, dat vind ik heel erg. Want dan is alles veel moeilijker bereikbaar. Ja, het zou wel zonde zijn natuurlijk. Het is een ramp gewoon. Nou, het gaat met name in de wijken in Buitenvelden, zoals 62, in Amsterdam-Osdorp ook 62 en 61 en 63. En in Amsterdam-Oost lijn 40 en in Noordlijn 38 die dan kans maken of helemaal niet meer te rijden in de avonduren of met een veel lagere frequentie. Waarom? Ik bedoel, als er niemand staat, dan rij je toch door. Waarom worden juist deze lijnen mogelijk geschrapt? Een hele lage bezetting hebben op sommige tijdstippen. En als je dan nergens heen kan, als je geen auto hebt of je kan het niet fietsen, of met name ook oudere mensen, of je moet naar het ziekenhuis, ja, dan is het heel erg als ze niet weg kunnen. We hebben geen auto. Dus we zijn afhankelijk van en van de tram en van de bus. De auto is geen optie in verband met parkeren. Wat zal het dan voor u betekenen als hij straks verdwijnt? Lopen. En is dat een optie voor u? Ik ben 83. Vooralsnog gaat het alleen om een schatting welke lijnen mogelijk geschrapt gaan worden. En bij de reizigersvereniging hebben ze nog een beetje hoop op extra instappers. Als heel veel toeristen komen, die maken heel veel gebruik van het openbaar vervoer. En die zorgen dat er geld in het laadje komt. Maar het is wel van belang dat er eigenlijk een garantie van het Rijk komt. Dat er wel voldoende geld beschikbaar is als er nog tekorten zouden zijn.